Hoi, leuk te kijken in deze video. Welkom bij weer een nieuwe boodschappen shoplog. Yes, ik zit nu op kantoor en niet beneden in de keuken. Want toen de boodschappen gebracht werden, was het 7:05 op een zondagmorgen. Ik was nog koos make-uploos. Ik liep nog half in mijn pyjama. Lens zat er nog maar net in. Dus ik dacht, dan doe ik de intro later wel. Want dat is too much om te laten zien. Dus het was heel erg vroeg. Ik had ook een tijdslot tussen 8 en 10. Maar meestal zitten we wat later. Was in ieder geval voorheen. Dat was nu dus niet het geval. Dus we moesten vroeg aan de slag. Dus ik had alles uitgesteld en wel gefilmd. Maar dus niet mezelf. Omdat het dus nog niet toonbaar was. Maar ik had dus weer een keer bij de Jumbo besteld. Omdat het eigenlijk was het de week ervoor de producten weer heel erg goed bevallen. En het was ook wat goedkoper voor mijn gevoel. Omdat je dan echt alleen maar vanaf dat lijstje werkt. Dus je weet van tevoren hoeveel het was. Het was 135 euro om en nabij. Maar er zaten natuurlijk ook 2 kratten en 3 tassen bij. Dus dat is dan ook een soort van statiegeld. Dat wordt de volgende keer weer vereffend. Ik heb wel ook voor de komende 2 weken bij de Jumbo alvast een reservemoment of een reserveermoment gereserveerd. Omdat het natuurlijk bijna Pasen is. En volgend weekend ook best een druk weekend heb. Dat was eigenlijk de reden waarom ik dit weekend bij de Jumbo had besteld. Omdat we Brooke de verjaardag hebben. Of hadden. En dat ik dacht van oké, we hebben zaterdag een super drukke dag. Want we hadden voetbal en daarna hebben we een cadeautje voor Brooke gehad. Namelijk, we zijn naar K3 geweest met haar. Dus had ik ook geen tijd om de boodschappen te doen. En dan zondag moet je natuurlijk alles klaarmaken voor de visite. En dan wil ik niet afhankelijk zijn dat ik misgrijp in de partij niet op het dorp. Dus vond ik allemaal een beetje tricky. Dus daarom dacht ik, ik bestel het. En als ik dan echt nog wat mis bij de Jumbo, dan kan ik het altijd nog bij de Albert Heijn gaan halen 's ochtends. Maar het liep allemaal gesmeerd. Zelfs zo erg dat ze er inderdaad om iets over 8 al waren. Dus komende paar van boodschappen op nog eens van de Jumbo. Gewoon om dat weer aan te kijken en een beetje af te kunnen wisselen. We hebben wel voor een hele week eten, dus ik ben benieuwd. Inclusief nog een paar dingetjes dan voor de tractatie en voor kinderfeestje en voor de visite. Dus, zoals altijd wil ik jullie vragen deze video een duimpje omhoog te geven als je deze video leuk vindt. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal om op de hoogte te blijven van de video's die ik post. Kijk onder in de beschrijving neer, want dan zet ik altijd wat wij ongeveer per dag gaan eten. En dan gaan we beginnen met de boodschappen. Alle boodschappen heb ik weer netjes uitgestald. Het is inderdaad best wel veel aan die kant. Want daar zijn alle tractatie / verjaardagsspullen. We beginnen eerst even met het avondeten. We eten een keertje broodjes shawarma. Dus ik heb dan zo'n grote bak shawarma, pita broodjes. En dan ik het zelf gewoon zonder broodje eten met ijsbergsla en komkommer. En dan eventueel knoflooksaus of zo. Of frietsaus wat er die dag in mijn macro's past. We eten een keertje kip met noedels. En ik heb nog een bakje van noedels. Of rijst, kijken wat we kiezen dan. Met roerbakmixgroenten en oestersaus. En ik heb nog meer kip liggen. Deze is natuurlijk veel te veel kip voor met z'n allen. Dus dan haal ik een aantal van die kipfiletjes uit de vriezer. Met een aantal die ik hier van overhoud. Met broccoli en aardappelpakketjes. Dus die doe ik dan gewoon maar in zijn geheel kruiden en dan bakken. We even een keertje slavink met bloemkool. En kaassausje en krieltjes. Ik weet niet waarom ik 2 zakken met krieltjes heb. Maar voilà, hier zijn we. Misschien dat het ook 2 keer per ongeluk ingeboekt is. Dat zou kunnen. En we eten een keertje rode linzensoep. Dat eten denk ik morgen. Want dan hebben we een drukke dag met keyboardles, werk, voetbal, etc. Met wat naambrood. Eventueel kunnen die kinderen ook gewoon boterhammetje erbij eten. Met een knakworstje of zo. En dan natuurlijk nog een keertje friet met snacks. En op vrijdag heb ik een beetje een wing-it dag gedaan. En volgende week zondag kan dan weer de boodschappen. Want vrijdag zijn we met z'n tweeën. Dus dan ga ik dan even kijken wat er nog over is. Misschien is er nog soep over. Misschien ligt er nog wat in mijn vriezer. Ik was een beetje inspiratieloos wat ik deze week moest eten. En ik dacht, er ligt altijd wel iets nog ergens wat we dan kunnen maken. Ik heb ijsbergsla voor bij de pita broodjes. Maar ook voor mijn salades met komkommer. En die kleintjes, ja, ik vond ze super lekker. Ik vind de consistentie beter. Dus ik heb nu de grote potten, dus met witte chocoladesmaak om te proberen en vanillesmaak. Ook omdat Brooke die van de week mee heeft genomen in de lunchrommeltje een stukje. Want we hebben van die bento-boxen, dus dat blijft allemaal netjes op zijn plek. En die vindt het ook heel erg lekker. En dat is toch een mooie eiwitbron ook voor haar, dat ze nu in de groei zit. We hebben die gelatineblaadjes weer, omdat ik toch merk dat het heel erg vullend is. En er zit echt zo weinig calorieën in, dus het is vooral tegen de snijtrek s'avonds heel handig. Als ik al aan mijn caloriedoel zit, maar ik wil toch nog even. Ik heb nog steeds zin om iets te snijden.
Dat heb ik ook met kalkoenfilet weer in huis gehad. 4 pakken, omdat het echt een hele lekkere snack is. Dus ongeveer voor deze 125 gram is het nou ruim zeg maar 25 eiwitten. Dus dat is echt super fijn. We hebben boterhamworst en salami voor op de boterhammetjes. En dan gaan we een beetje naar de lekkere dingetjes toe. We hebben slagroom voor op de taartjes van de week. Graag vandaag. Zout en Stix deze hebben gekocht. Gaan we ook een beetje op tafel zetten. Maar die zijn ook voor de tractatie. Brooke wil van die sushibootjes gaan maken. Dus ik heb de meeste daarvan al in huis. Omdat ik bij de slagroom ben geweest. Ik zal even hier een fotootje doen wat de bedoeling is. Maar dan kan je deze daar ook bij doen. Koekjes voor naar school. We hebben verkadekoekjes, aardbeien en lange nekken. En smoltjes. Om een beetje de boel weer aan te vullen. Ik heb een hele doos met eieren. Omdat ook de kinderen de eieren gekookt en de dag daarna gewoon in hun tommeltje lekker vinden blijkbaar. En ik zelf eet dat ook. Nou zag ik wel dat deze op tot 12-4 goed is. Wat het echt 2 weken geeft. En dat is dan misschien wel weer een beetje overdreven. Maar we gaan het zien. Anders kan ik ze altijd op de 11e gewoon allemaal koken. Dat het nog over is. En dan in de koelkast nog een paar dagen bewaren. Maar ik denk dat het wel gaat. Net dan. We hebben ook crackertjes. Want bij de verjaardag hebben we ook wat zo'n soort van charcuterie bord. Pak ik dat die hele grote. En dan doen we dan van die kaasjes en worstjes opleggen. Met dan een toastje eventueel. De kaasjes en de worstjes hadden we dus al bij de slagroom gehad. Hebben van die mooie pakketten. Cola Zero. Of eigenlijk Cola Light. Cafeïnevrij. Heb ik eigenlijk gedaan ook voor de verjaardag. Dat we wat andere drinken hebben. Als alleen maar Crystal Clear en Sparkling Water. We hebben nog Fanta in blikjes in de koelkast in de vriezer staan voor het werk. Dus die pak ik dan even mee. Maar dit vind ik toch even handig. En dan wat er overblijft, dat kan ik dan zelf ook wel opdrinken. Omdat het cafeïnevrij is. We hebben voor op tafel ook paprika chips en naturel chips. En deze die zijn ook voor de tractaties voor Brooke. Maar dan voor de kinderen. De sushi dingetjes zijn voor de juf en meesters. En de nibbit chipjes die gaan we in een hamburgerdoosje doen. Met hamburgersnoepjes. Die heb ik ook al van de Sligro gehaald. En dan met colaflesjes ook van de Sligro. Dus ik zal ook weer een foto doen. Die heb ik dan als extra nibbelchipjes. Om dat mee aan te vullen. We hebben nog druiven als snack. Ik heb nog een hele zak met appels liggen. Dus dat komt wel goed. En hieronder liggen nog wat mandarijntjes. Dus dat is ook handig. Ananasje heb ik. Ik denk, ja, we gaan iedere keer dezelfde soorten fruit. Even wat anders. En dit was 3 voor, nou ja, ik geloof 5 wil ik zeggen. Misschien dat het iets meer was, 5,50 of zo. Dus ik heb ananas, tropisch fruitmix en aardbei blauwe bessen fruitmix. Kunnen we een beetje afwisselen. Dus vooral voor de trommeltjes natuurlijk dan. De broodmix van de Jumbo was vorige keer goed bevallen. Dus ik heb er nog 2 extra gehaald. En dan ook de volkoren om te proberen. Tot nu toe heb ik nog geen enkel volkoren of vezelrijk brood gevonden. Waarvan ik dacht, dat is lekker. Ja, er is van Suzy heet dat. Dat verkopen ze bij Boerenbond of online met bol.com of zo. Dat is wel wit brood met vezels. Een soort van dat blue band brood, zeg maar. Dat vinden we wel heel erg lekker. Maar dat is ook gewoon weer gelijk €2,50 per brood. Dus, en deze zijn nog steeds 89 cent. Dus we gaan deze ook proberen. En kijken of dat beter bevalt. Zo'n boterhammetje. En deze kregen we er gratis bij. Coca-Cola variant van de cafeïnevrije. En bonnetjes van de Laplace. Niet dat we in de buurt hebben zitten. En dat was alles voor deze week. Ik bedenk me net dat ik helemaal de taart niet heb meegenomen. Maar we hebben dus ook aardbeienvlaai. Om af te wisselen met de Red Velvet Drip Cake die ik bij de Hema had besteld. Die heb ik al opgehaald. En bij de Sligro heb ik zo'n diepvries appeltaart. Want ik had deze. Normaal vind ik het leuk om taarten te maken. Maar deze keer, ja, met het weekend kwam het gewoon helemaal niet goed uit. Dus het is allemaal eventjes pre-made. Maar desalniettemin zal het niet minder lekker zijn, denk ik. Dat was het voor deze video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Als dat zo was, geef je wel een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Om op de hoogte te blijven van de video's die ik post. En dan zie ik je in de volgende video. Bedankt voor het kijken. Doei doeg!